ik eet liever van borden dan van de tafel. Niet dat ik eerder van tafel heb gegeten, maar... Hey studenten, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog van mij op Studentennet. En ik heb een aantal nieuwe vette dingen die ik jullie wil laten zien. Want we hebben... Had ik al laten zien dat we de camera hadden verbouwd? Ik weet het niet. En dus, er ligt een bank op mijn bed. Maar de kasten, die staan nu hier als je zeg maar binnenkomt. En daarachter hebben we een soort huiskamer idee. Wacht, denk ik het zo wel kan zien. Dus dat is best wel chill. En zoals jullie daar kunnen zien, en daar... Na meer dan een jaar hebben we eindelijk gordijnen. Dat is super chill. Dus ik ben heel benieuwd hoe ik wakker ga worden. Als ik überhaupt wakker ga worden. Want meestal red ik het wel om echt te slapen tot 1 uur of zo. Dat is best wel gênant om te vertellen. Maar goed. Dus ik ben bang dat ik echt gewoon veel te lang ga slapen. En wat ik ook heb. Ik ben de laatste tijd heel veel bezig met eten maken en zo. Dus we hebben een stoompanmachine gehad van de oma van Nina. Ook voor chill. Want dan hoef ik het niet meer met een pan te doen. En dat is best wel veel werk, kan ik je vertellen. Dus dat. Stoompan, gordijnen, nieuwe inrichting van de kamer. En we hebben servies. Maar dat zit hier in deze dozen. En ik heb er zelf ook nog niet echt naar gekeken. Dus ik weet niet hoe het eruit ziet. Maar dat doet er niet toe, want we hebben in ieder geval borden om op te eten. En ik eet liever van borden dan van de tafel. Niet dat ik eerder van tafel heb gegeten, maar je begrijpt het. Het is gewoon chill, nieuwe borden. Dus wat ik nu ga doen, is deze bank weer hier op de grond zetten. Niet nu, want eerst ga ik nog Game of Thrones kijken. Ja. Dus dat. Nien, wil jij nog wat zeggen? Dag hè. Dag hè.